Rieke Martens naast elkaar. Van der Zanden, ja, die heeft de bokaal vast. Ambassadeur van dit vrouwenvoetbaltoernooi is Pierre van Hooijdonk, oud international analist bij de NOS. Hij was bij alle wedstrijden van Oranje aanwezig en was verkocht. Hij heeft enorm genoten van de prestaties van de Nederlandse voetbalvrouwen. Lachend de bus uitkomen, heel ontspannen en ja, gewoon eigenlijk. De afstand tussen publiek en spelers, ja, die hebben zij enorm klein gemaakt. En daardoor heeft het hele land zich de meiden omarmd. Weet je, Holman? Ja. Wat natuurlijk wel makkelijker is als je wint, hè? Zeker, zeker. Maar ja, we hebben het altijd over wedstrijdspanning. Je mag een uur en drie kwartier, hè, want daar praten we al voor een wedstrijd. Dan mag je ook gewoon lachen. Dan mag je ook een grapje maken en door een beetje relaxed zwaaien en kijken. Ze varen onder een bruggetje door. De oranje supporters er bovenop. En aan boord is ook Rivka op het veld. Die de gelegenheid heeft om met de speelsters te praten. Sherida, heb je stem al terug? Ja, wel een beetje. Maar dat klinkt beter dan gisteren. Ja, beter hè. Hoe is de dag tot nu toe gegaan? Ja, eigenlijk wel goed. Heel veel plezier en heel veel feest eigenlijk. Heb je enig idee wat je moet verwachten zo meteen waar mensen wachten? Nou, ik heb wel een beetje gehoord. Ik denk dat er heel veel mensen zijn. Dus dat was wel heel speciaal en heel bijzonder. Heb je nog een speciale taak als aanvoerder? Moet je praten? Moet je een speech geven of dat niet? Nou ja, dat gaat altijd wel spontaan bij ons. Maar we zullen zeker wel even het publiek gaan bedanken. Die wel dat voor ons is geweest tijdens het toernooi. Eerst nog even een paar volksliedjes. Dat ligt je goed, hè? Dus dat moet goed komen. Dat komt helemaal goed. Hele feest hier op de boot. Dankjewel. Als ze op het plein komen, dan zien ze al die mensen. Zijn ze bij het plein? Allemaal bootjes ook in de gracht. Dat was aan het begin van de middag al zo. Deze studentenstad. Heel veel studenten zitten natuurlijk ook midden in hun zomervakantie. Maar we zien vooral ook veel jonge gezinnen. Heel veel meisjes hier in het park. Maar ook langs de route.
Tot 5 uur mag de mensen niet komen, daarna 5 uur is poorten open. In die plein waar de muziek spelen. Ja, dat is mooi om te zien, hè, dit? Ja, dit is fantastisch. Dit al op de boot waar de feest van die achterlandse plaatsvindt. Dat is grandioos. Kelly Zeeman. Dat is wel gewend op een boot. Ja, mooi. Hey, ik weet, die meiden weten niet wat hier staat te gebeuren, volgens mij. Die hebben geen idee. Nee, want je zit tijdens zo'n toernooi in een bubbel en dan krijg je wel mee dat er veel mensen kijken. Je krijgt de sfeer mee in het stadion, maar hoe het echt leeft niet, hoor. Nee. Ja, je moet een beetje zelfs afsluiten. Ik ga opnemen, of ik heb aanstaan om op te nemen, want ik wil ik opnemen. Je zit in een moment, maar als die dit straks mee gaan maken, dan die weten volgens mij niet wat ze zien. En het is ook bijna niet te bevatten. Ik denk dat iedereen die hier staat en al jarenlang meeloopt, dat je denkt van wow, wat is dit echt fantastisch, echt mooi. Je hebt zelf een lange carrière gehad, jij had dit ook niet verwacht dat voetbalvrouwen dit los zouden kunnen maken? Ja, in mijn dromen wel hoor. Maar dat er dan een dag komt dat het ook gebeurt, ja, dat had ik niet verwacht dat het zo snel zal plaatsvinden. En dat is wel... Het is gewoon kicken dat het nu gebeurt en dat ook alles zit ook mee. Het grandioos toernooi heeft ze gespeeld. Ja, en dan dat je het feestje in je eigen huis mag geven. En dat je daar het middelpunt in bent, kan niet beter. Hebben we nou gedaan? Het is zo geweldig. Nu al. Had je ooit verwacht dat dit 3 weken geleden dat je dit zou losmaken? Nee, dit echt nooit. Echt, dit is echt mijn droom geweest van ons kleins af aan. En dit is echt overweldigend. Ja, echt vet. Nee, kom maar zelf. Kom maar zelf, man. Dat is bijna. Dat is voor mijzelf, man. Als naar rechts, als naar voren, als naar achteren.
zei, het wordt steeds drukker langs de vaarroute. Ja, natuurlijk, het is 5 uur pas. Mensen kwaad, vroeg komen niet iedereen. Mensen, je ziet er komen daar. Ik wil het toch enigszins doen denken aan 1988 toen de mannen van Bion hebben. Iedereen op het water en daarnaast. Fokke de Haan, die al 2 keer Europees kampioen werd met Jong Oranje. Is het gewoon voor de 3e keer geworden. Maar nu met de voetbalvrouwen en achterin. Een feestende bondscoach, Sabine Wiegman. Heeft de bondscoach nu bij zich staan. Zij is er bijna. Toen zij is bij de politiebureau, het theater. Nog van hier tot de supermarkt moet ze varen. Nee, dit is toch niet normaal? Dit is echt geweldig. Heb je een beetje kunnen slapen vannacht of helemaal? Een paar uurtjes. Maar we gaan nog wel even door, want dit redden we nog wel. Goed, we horen dat de geluidsverbinding met de boot even wegvalt. Ze heeft een paar uurtjes kunnen slapen, Serena Wiegman. Daar is een telescoop. Wat nou, varenboot? Daar is het telescoop. Gisteravond na het feestje in de kleedkamer met onder andere Mark Rutte. Zijn ze naar een horecatent zijn ze gegaan en we hebben daar nog even doorgevierd met familie en vrienden. En wellicht zijn ze daarna naar Tototo gegaan en is het feestje, als ik dat zo een beetje hoor, is nog wel eventjes door. Dit is de telescoop, die gebouw. En vanochtend zijn ze weer bij elkaar gekomen, ook weer met familie en vrienden. En dan nu ze op die boot. En ze maken nu die eerste bocht, hè? Dus ja. Je ziet nu echt een mensenmassa aan de kant. Zeker in die bocht is het ongelooflijk druk. De vraag was ook hoeveel mensen komen er. Er is natuurlijk een locatie uitgekozen om de huldiging te laten plaatsvinden. Achteraf met de wetenschap van nu had dat veld 2 tot 3 keer zo groot kunnen zijn. Uiteindelijk toen er zo'n 12.500 mensen binnen waren, hebben ze de hekken dicht gedaan om de veiligheid te kunnen waarborgen voor iedereen. Nee. Ik denk dat Marjolein Hogevorst nu dan zicht heeft op de boot. Nou, ik kijk even over mijn schouder, maar ik zie ze nog net niet. Ik heb gehoord dat het allemaal ietsje langer duurt, omdat ze uit veiligheidsoverwegingen iets verderop zijn opgestapt. Dus het duurt gewoon allemaal ietsje langer. Maar als ze hier dan straks eenmaal aankomen, dan staan er rijen dik vol fans die nu al een feestje vieren, maar straks natuurlijk nog veel meer. Ga je alles filmen? Mooi, al die bootjes erachter. Je kan alles terugkijken. Je bent zo naar de schijfkoper of mee voor de rug. Mensen die mee fietsen, meelopen. Dan kun je mooi opnemen. Zet je die camera zo hier op de bank op. Het toernooi dat vanaf dag 1 perfect verliep voor de Nederlandse vrouwen. 6 keer gewonnen. Of je zet die camera zo, zet je op de televisie terug. Denemarken, België, Zweden, Engeland en nog een keertje Denemarken. Klinkende rapportcijfers. 13 doelpunten voor. 3 tegen, waarvan 2 in de finale. Dat is een bijna. Rieke Martens als speelster van het toernooi. En de UEFA heeft vanmorgen bekendgemaakt dat 5 Nederlandse speelsters in het elftal van het toernooi zijn opgenomen. Sari van Veenendaal, de keepster. Anouk Dekker, de verdedigster. En behalve Lieke Martens ook Jacqueline Groene en de aanvoerster Sherida Spitsen.
En ze waren al druk vanmiddag met het ophangen van vlaggen, het versieren van de balkons. Ja, in een studentenstad wordt iedere gelegenheid om een feestje te vieren aangegrepen. Je mag niet uit, man. Jongen, jongen. Ik heb helemaal niks van. Nee, ongelooflijk. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn. Hoe is het gisteravond nog gegaan? Ik denk dat er nog wel een feestje is gevierd. Ja, het is wel het enige. We hebben wel goed gevierd. En sommigen hebben er nu nog last van, maar... 16 minuten zo. We gaan nog even verder. Hoe staat het met jou? Heb jij nog last of is er genoeg energie voor vanavond? Dat is bijna. Nee, ik had het redelijk onder controle. Tot die pleintje. Jill Roord, niet veel gespeeld, dit toernooi één keer ingevallen. Zat heel dicht tegen de basisploeg aan. Tja Daphne, het is ook steeds, terwijl we nu het Park Lepelenburg zien. Het is vaker gezegd deze week, hè? Het is niet een ploeg die bestaat uit 11 speelsters en dat is het dan. Het succes is misschien wel het geheel geweest. Ja, ja. Het is zeker het geheel geweest, al heb je wel gezien dat Serine Wiegman vaak met dezelfde spelers is begonnen. Alleen Mandy van den Berg is echt de wissel geweest en voor de rest zijn er wat speelsters zijn er ingevallen, maar ze heeft het voornamelijk met... ik denk dat 13 speelsters gedaan. Maar dat heeft op het oog niet tot scheve gezichten geleid. Nee, en dat is knap. En dat is ook van Mandy van den Berg is het heel knap, want die zal vast teleurgesteld zijn geweest. Maar het heeft niet laten blijken naar de buitenwereld. En ja, dat kan natuurlijk altijd voor scheve gezichten zorgen binnen een team. Maar dat... tenminste voor de buitenwereld is dat niet zo geweest. Op de barones, hoe kan dat ook anders? Viviane Minima scoorde 4 keer dit toernooi. Aan begin, maar was uiteindelijk toch beslissend voor Oranje. Nou, eigenlijk vanaf het moment dat ze gescoord heeft, was ze los. Was ze schroomde vanaf en wat ik vooral typerend vond in de laatste wedstrijd, was dat je zag dat ze ook echt aan het werken was voor het team. Ik heb daar vlakbij gewoond, in kamer. Dat ze bezig was, dat ze aan het sleuren was, de bal probeerde vast te houden. Dus ik zag zelf op een gegeven moment de slijding maken van het type. In de eerste 2-3 wedstrijden heb ik het niet gezien bij. Ik ga even kijken of ik Kelly Zeeman aan de show kan treffen. Kelly! Jij bent wel het grote feest. Ik ga heel erg filmen. Nee, alleen maar dat is echt niet normaal. Had je eens verwacht dat tot die in de tribune te staan. Voorstellen in je bubbel, met je focus op je prestatie,
En dan nu die tienduizenden mensen in Utrecht die er staan voor jou en je team. Nou, als die straks thuis komen en die zien de kranten en die zien alle artikelen en die gaan beelden terugkijken, dan gaan ze pas beseffen wat ze hebben losgemaakt in het land. En wat voor fantastische prestaties ze neer hebben gezet. Er is een route uitgekozen zonder woonbootjes, dat is misschien maar goed ook. We zien nu al mensen de gracht inspringen. De stadsbuitengracht. Langs de Mali-singel. En ze kunnen het zich nu nog steeds niet voorstellen hoeveel mensen daar zijn. Dat zullen ze zich pas echt realiseren als ze het podium betreden. Kijken ze mee met de beelden. Ook Sari van Veenendaal de stem al een klein beetje kwijt. Het mooiste vond ik gisteren Serena Spitsen. Ja, afloop van de wedstrijd. Absoluut. Maar we hebben haar net gehoord en ze heeft haar stem toch echt weer een beetje terug. Ze heeft haar stem dus tijdens de wedstrijd veel moeten gebruiken. Wedstrijd die natuurlijk ook niet makkelijk was, zeker de eerste helft niet. Nou, Rivka, misschien moet je de stem even testen bij Serena. Geformuleerd. En daar staan ze weer bij elkaar. Zullen we de spitsen noemen van de berg? Ja, de aanvoerster en de vervangend aanvoerster. Je zei gisteren al, dat zijn het echt vriendinnen. Ja, het zijn al jaren zijn het hele goede vriendinnen. Okay. Burgemeester Tjerd van Zama, de selectie nu welkom heet. In Park Lepelenburg. Hij heeft toch het
nationale volkslied van de Oranje Voetbalvrouwen gezongen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Ik krijg deze niet van mijn gezicht. Nee, dat zal niet meer. Vanaf de eerste minuut tegen Noorwegen. Ja, waar ze die geweldige kopbal maakten. Nu zullen ze zich opstellen achter het podium. Begin mij aan te wipperen. Het officiële programma gaat beginnen. Gepresenteerd door Tim Douwsma. Assisteerd door Rocky. Dat is de vrouw van het straatvoetbal. Rocky. Een beetje meer geluid, vind ik wel. Ja, dan zit maar die dingen. Kika van Es, die een lastige finale had, waar ik een forse tik kreeg. Maar ze hebben me verteld. Staat nu bij de Kika. Tim, ik wil nog één keer een hele publiek. Kika, mag jou heel even Wat voor dag is dit? Ja, zo geweldig. Net op die boot. Zoveel mensen. Ja, dit is echt bizar. Dat zal er voor ons komen dan ja. Dat had niemand kunnen dromen, denk ik. Jij bent carnaval gewend. Daar hebben we het wel eens over gehad. Maar dat klopt het niet bij dit, toch? Nee, dit is echt vele malen beter. En ja, geweldig. Ik kreeg gisteren nog een paar flinke tikken. Maar je loopt zo te zien alles niet. Ja, als ik heb aan het lopen ben wel. Maar als ik stil zit, is het wel minder. Maar goed, met zo'n dag kan alles. Hè. Dus, ja, dan heb ik de oplossing. Gewoon niet stilzitten vandaag. Hier staan man, staan daar op de wien. Ja, pak maar. Ja, maar dat kan je onder, hè. Ze hebben tussen 5 en 7 woorden wat gerepeteerd, ook dit. En als de complete groep bij elkaar is, dan zullen ze zo meteen eerst via de staf en daarna één voor één op het podium worden geroepen. Met als laatste de bondscoach en de aanvoerder. Lieve mensen, zijn we er klaar voor? Zijn we echt klaar om geschiedenis te gaan schrijven? Ja, hè? We gaan het doen. We gaan het gewoon doen. Maar, lieve mensen, lieve supporters, lieve legioen, voordat we de dames erbij gaan halen, gaan we eerst andere helden erbij halen. Want zonder hun waren ze zeker geen kampioen geworden. Mag ik? Een ongelooflijk groot applaus voor deze kampioenen, voor deze helden. Ons begeleidende staf voor onze Oranje Leeuwinnen! We're gonna make it.
Lynette Berenstein.
aan onze burgemeester van Utrecht, de heer Van Sanen. Dag allemaal. Geweldig. Ja, geweldig. Het begon in Utrecht, Meiden tegen Noorwegen, gisteren Enschede. Daar zijn ze, terug in Utrecht, de Europese kampioenen. Mag ik de 7 speelsteden, de vrijwilligers, de organisatoren, de hulpdiensten, u, maar voor hun ook bedanken voor die afgelopen weken. Geweldig! Meiden, jullie inspireerden, jullie waren individueel geweldig en jullie waren ook als team geweldig. We hebben genoten. Geniet ervan. Dit is jullie cadeau. Van mij krijg je een eindje. Het publiek dat jullie huldigt. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, meneer Van Sanen. Dankjewel, burgemeester van Utrecht. Dan geef ik nu het woord aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ja, oké. Okay. Wij zijn kampioen! Ja, jongens, het is een gekke! Yes, yes. Die is er niet. Oké. Okay. Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! Oké. Okay. We gaan er nog even iemand bij halen. We gaan er nog even iemand bij halen. Sorry, dames, sorry. We gaan heel even een heel belangrijk iemand erbij halen. Manager vrouwenvoetbal. Mag ik een heel hard applaus voor Mieke Boy. Daar sta je. Maar succes met het publiek. Zet hem op. Op 16 juli begon hier in Utrecht ons EK. In een vol verpakt stadion de Galgenwaard. Met een geweldige sfeer in de fanzone, een geweldige sfeer rondom het stadion en vooral een fantastische wedstrijd van jullie tegen Noorwegen. Geweldig. En toen dachten we, dit is fantastisch, dit is een droomscenario. Maar het werd alleen maar mooier. Elke wedstrijd weer, nog meer fans in alle stadions, in alle fanzones, in alle speelsteden. Het was fantastisch. Maar vooral al die overwinningen, al die goals van jullie, dat was het allermooiste. En we willen namens de KNVB u allemaal van harte bedanken dat dit EK ons met recht ons EK is geworden. Dank u wel. En zoals het zo mooi begon in Utrecht, eindigt het hier nu ook zo mooi in Utrecht. Ook dank voor deze dag. Ook de burgemeester van Utrecht heel erg bedankt. Maar vooral dit team en deze staf. Zo, gebroken toon. Van dit team erbij roepen, de bondscoach. Mag ik een heel hard applaus voor Sarina Lugon! Goedemiddag! Het is wel gezellig hier. Best druk. Wij hebben één voornemen van de DK. En dat is ons beste zelf laten zien. Is dat een beetje gelukt? Dit is echt een ontzettend goed stel, maar daarachter staan een aantal mensen in die blauwe hemden. Die zijn ook goed hoor, hé! Want zonder die mensen kunnen deze oranje hemden niet presteren.
toneel. Dat Foppe is scoren en het is ook top. Ik sta naar Rijn te kijken, hele tijd. Hè, voetbal, hè. Groeten voor iedereen. Van Lopik. Lopik zijn grootste fans zijn. En veel beste voor iedereen. De wedstrijd hadden gespeeld. Jullie allemaal kaarten. Wat kijken. De boerwedstrijden. Dank jullie wel voor jullie steun.